Een nieuw seizoen van Fata Morgana begint vandaag hier op 1. 12 Vlaamse steden en gemeenten zullen uit hun pijp mogen komen om grootse opdrachten uit te voeren en sterren te verdienen. Het was triatleet Mark Hermans die Lichtervelde opdroeg de meest mobiele gemeente van Vlaanderen te worden. Helaas kon Mark Hermans er om gezondheidsredenen gisteren niet bij zijn om sterren uit te delen, maar hij liet zijn goede vriend Sven Nijs de honneurs waarnemen. Loopt in Lichtervelde alles en iedereen op wieltjes? U ziet het in Fata Morgana. Fata Morgana, het is jouw energie. Beste inwoners van Lichtervelde, omdat ik zelf letterlijk en figuurlijk door het leven rol, wil ik dat jullie een skatepark bouwen dat de hele zomer blijft staan. Laat de evolutie van het wiel voorbijrollen in 20 taferelen. En omdat ik zelf een rolstoelgebruiker ben, wil ik dat jullie een hindernissenparcours maken voor rolstoelgebruikers waar ze initiaties en demonstraties kunnen geven. Zorg voor 2000 bezoekers die door Lichtervelde rollen op alles wat wieltjes heeft, maar niet gemotoriseerd is. Als laatste wil ik dat jullie een aaneensluitende ketting maken van wel 4000 motos. Lichtervelde, laat het rollen. Ik kan niet meer! Volhouden, Sergio, kom aan! Onmogelijk. Alles is mogelijk. Alles. Aan alle inwoners wordt gevraagd zich te melden, want wij hebben jullie hulp nodig. Want wij hebben jullie hulp Dat u er kan voor zorgen dat zaterdag 2000 mensen op wieltjes naar Lichtervelde komen. Lichtervelde? Maar ik woon tegen Amen. Ja, ja zeg. Hier in Amen. Hoe komt u hier niet doen? Nou, dat zal toch heel nieuwsgierig. Ja. Ja. Zullen we wel kunnen zorgen voor een skatepark? Nee, dat hebben we niet. Mag ik hier mee komen schuilen? Ja. Ah, goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen jullie een skatepark maken tegen zaterdag? Dat moet wel hebben. Hoe willen jullie dat doen? We kunnen dat doen. We willen dat doen. Wie zijn jullie? Ik ben Ludo, ik ben van de Schoots. En ik ben Stefanie, ook van de KJ Plus 30. Ik ben Bert, en voorzitter van de KJ Plus 20. Klein detail, dat moet hier wel een hele zomer blijven staan. Dat moet lukken. Ja. Proficiat, jullie hebben de eerste ster, de eerste uitdaging is voor jullie. Als hier nu een breed zien, om gewoon mensen met elkaar te zoeken, zodanig dat we zaterdag hier een ketting hebben, en dan een schakelketting van minstens 4000 motoren. Als heb je zo verkeken. Dag meneer. Kent u iets van wielen? Wielen? Ja. Ja? Kan u in een parade van 20 taferelen de evolutie van het wiel laten zien? Wat bedoel je? Is dat dan van het ontstaan van het wiel? Ja, tot nu, hè? Tot nu. Wilt u het doen? Ja. Oh, dan moet je even een auto parkeren misschien, hè? U weet van aanpakken? Ja. Van, dan geef ik u bij deze, officieel, deze uitdaging. Oké. Okay, u bent? Bart Aliet. Dag Bart. Ja. Goed. 20 taferelen en de evolutie van het wiel. Ja, dat nog waarschijnlijk kort voor de uitdaging voor Lichtervelde. Dus u zegt vooral, kijk, ik ga ervoor gaan en ik zorg dat hier zaterdag minstens 4000 motoren aanwezig zijn. Ja, dat moet lukken. Hè. Kom eens hier, kom. Oké. Christineke. Ja. Je kunt niet meer terug, hè? Nou ja. Als je nu zegt, ik ga ervoor, hè? Ja, maar ik ga ervoor. Ja? Ja. Dus Christine, zorg ervoor dat hier zaterdag minstens
4000 motoren zullen alweerlijk zijn in kettingvorm. Hè? Ja. Kan u ervoor zorgen dat zaterdag 2000 mensen op wieltjes naar Lichtervallen komen? Nee. Oké, dank u. Lastig. Bonjour. Bonjour. Ja. U spreekt Frans? Nee. Oké. Zou jij eventueel niet bereid zijn om ervoor te zorgen dat hier de laatste zaterdag een hindernissenparcours wordt aangelegd voor rolstoelgebruikers? Stel dat je nu het parcours langs hier wat passeren. Dat is toch wel tof? En je komt op met je rolstoel en je rijdt gewoon van die trappen af. Hè? Dat is wel spectaculair, hè? Ik denk het wel, maar er moet dat voor een echte organisator zijn. Maar ik heb de indruk, Ria, dat er een organisatrice in u ergens zit, maar je beseft het zelf niet. Laat zien dat je iemand zei, potverdorie. Ik ben iemand. Ik vind het schrik dat mijn echtgenoot hier nog niet bij is, hè? Doe dat eens zonder uw echtgenoot. Ik moet nu ja zeggen, ik vind dat echt, want nu direct moet ja zeggen, niet? Jij moet nu ja hebben, niet? Ah, ja. Jij moet nu ja hebben, niet? Direct, ik mag met niemand overleggen, niet? Dat moet echt volledig vanuit jezelf komen, Ria. Ik zou nog even doorlopen, zeg. Ik zou nog even doorlopen. Ik zeg nee. Wieltjes, dat is al een goed begin. Ik zoek iemand die ervoor kan zorgen dat we zaterdag 2000 mensen op wieltjes hebben. Van een persoon van 60, 65 jaar heeft er dan niks mee doen. Dat heb ik gezegd, hè? Zelf? Ik zei dat in. Ah! Dat is wel anders, hè? Ah. Dat de baas daarvoor kan zijn. De baas, kom. Die de is een belangrijke lichtbaan. Is een belangrijke lichtbaan? Oh, ja. Brug, dat bekend. Brug in Lichtervelde, die moet baas. Ik kan er echt niet aan. Nee, ik kan er echt niet aan. Nee. Ik kan wel ergens anders iets beloofd voor te gaan doen. Ik kan het echt niet aan. Kom eens hier. Ze kan het niet aan. 2000 mensen op wieltjes naar Lichtervelde krijgen. En tegen wanneer? Zaterdag. Amai. Heeft u een beetje tijd deze week? Ik heb echt geen tijd, maar een dag is 24 uur en dan begint terug een dag. Lichtervelde Maria, geef me alsjeblieft binnen de 5 minuten iemand die naar hier zal komen om mij te zeggen, Sergio, ik ga dat doen. Groetjes van Sergio, uw kapoen. Ik ga naar Anne bellen, dus Anne is een bediende van mij die mij kan vervangen. Voilà. Sorry, maar Anne is niet thuis. Niet te bereiken. Dat meisje is in congé. En zonder vervanging kan jij niet meer werken. Dat zal onmogelijk gaan. Ria! Ja! Om jou hier terug te zien. Ja, heerlijk. Zeg, kom eens even bij. Kom. Kom eens even bij. Ria is van mening veranderd, hè? Ja, zeker. Rudy! Je had mij vervangen. Rudy! You lost my day. Wacht. Wat is er gebeurd? Dus ik heb naar Anne teruggebeld. Ja? Ze gaat mij vervangen. Ja? Dus nu gaan we ervoor, hè. Dus u heeft tijd? Ik heb tijd met hoop. High five. High five. Oké. Goedemiddag. Mag ik eens binnenkomen? Ja! Ze hebben allemaal last van mij in het jaar van mij, dus ze kennen mij wel. Oh, mag ik met jou mee komen? Ja. Ze kennen je de meester? Ja. Welke lessen doe je? Sportlessen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zeg, wat een voorbeeldige leerling. Goed, normaal zijn jullie mij gewoon in de sportklas. Je weet dat wel, Sportacademie. Wat ik jullie nu ga vragen, is iets heel anders. Eva, knutselen jullie graag? Ja! En ik vraag aan jullie of jullie een beetje willen meehelpen met mij, want ik moet een hele stoet hebben met de evolutie van het wiel. Wie weet er iets over het wiel? Hoe zou het eerste wiel eruit gezien hebben? Vierkantig. Vierkantig? We gaan ervoor in. Dat kijk wachten hoor, hè. We gaan ervoor in. Daai! Jij weet waar de directie zit? Dat daarop, direct. Ja, mogen we even binnenkomen? Sorry voor het storen, maar we hebben hem dringend nodig. Meet hem niet, of wat? Wel, hè. Ja, we vragen u toestemming. Om uw kindjes aan het werk te zetten. Waarover gaat het eigenlijk precies? Wat moeten de kinderen doen? Ik heb een opdracht gekregen. Ik moet deze zaterdag evolutie van het wiel, dat is geschiedenis. Ja. En alle stappen die eerst doet. Van vierkant tot wiel, ja. Ja, zoiets. Ja, dat is het is ook een beetje leerlijk voor de leerlingen, van het bestaan van het wiel bijvoorbeeld. Ja. Ik hoop echt dat misschien met een paar klassen
Het is een uitdaging, hè. En we gaan geen uitdaging uit de weg. Dus. Van vierkant tot het wiel. Van vierkant tot het wiel. Vanaf nu dopen we onze opdracht. Nou, James, kon ik anders antwoorden ook? Nee, toch? Jawel, dat zou het niet meer gaan. Ik moet dus buiten gaan. Dag meneer. Aaron. Alles kets? Kom, ja, ja, zeker. Alles kets. Christine. Ja? Heeft ons verteld gehad dat we naar hier moesten komen voor de uitdaging die zij zou moeten laten lukken. En hoeveel motorrijders zijn er juist in orde? Vier dust. Ja. Ah, dat is wel een serieuze pak toch, hè? Ja. Minstens vier dust, ja. Dus voor minder houden we niet eens. Nee. Ja, ja. Stel dat er nu toch een aantal tekort komt, ja. Dan kun je nog wat mensen uitnodigen van de streek hier en doe al hun motors buiten, en zet ze daar allemaal op en... Ja, dat is misschien een gedachte. Dat is om opgelost, de last naar een paar tekort komen, gaan we het er zo doen. Hè. Het belangrijkste is natuurlijk wel dat Christine ervan uitgaat dat jij de nodige connecties hebt om... Absoluut, ik ken de nodige connecties, je krijgt de volle medewerking, maar anders straks aan mij. Dat wil ik. Ja, dat zal wel. Dat wil ik. Oké, dat doen we goed. Christineke, goed. Dat is toch wel een goed begin, hè? Ja, hè. Maar dat zal het zijn. Ja, klaar om naar het schepencollege te gaan? Helemaal. Dus, ja. We gaan niet buiten vooral dat we weten waar ons skatepark mag zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Okay. Jullie weten hier de weg. Ik niet. Ik volg. Oké. Mogen al binnen, dat is al goed. Oké. Ruby. Wat? Dat is wel, denk ik. Schepenlokaal? Goedenavond. Goedenavond. We hebben een vraag. Ja? Allee, vooral zij. Stefanie, gooi het in de groep. We willen graag een plaats voor ons rolschaats en skatepark. Hebben jullie een plaats voor ons? Ik denk dat er misschien wel een paar plaatsen te overwegen zijn. Waaraan dat we denken, dat is de Ernest Klaaslaan. Ja. Dat is heel dichtbij, dat is in het centrum. Nou, waar is dat dan precies in de Ernest Klaas? Ja, hier. Ja. En de garantie dat 2 maanden mag blijven, want in augustus staan wij hier terug. Om te komen kijken. Ah ja. Vriendelijk bedankt alvast. Ja. Tot ziens. Dag. Voilà, zie. Wat is dat hier? Patrick. Goedemiddag. En welke stil? Christine. Vanmorgen ben ik naar een van die voorzitters van de club geweest. Oh, je bent een man niet voor mee te werken. Had dat een idee? Zou je dat ze zitten voor mee te werken met mij voor een motos te raden? Moet ik wel tegen zaterdagmiddag 4000 motos te samen krijgen. 4000 motos? Ja. In zaterdagmiddag. Dat is veel, hè? Dat is inderdaad dat is veel, maar ja, veel. Het is een uitdaging. Nu, ja, pas op, het potentieel van motorrijders is enorm groot in België. Dus eigenlijk hebben we 300.000 motorrijders. Wie weet, maar de zaterdag weet je wat het is. Normaal, de motorrijders komen heel veel de zondag buiten. Ja. Omdat er veel mensen zijn die natuurlijk nog werken de zaterdag hier. Je moet ook rekenen, in de camp Zuiderdokken hebben we dus een ketting gemaakt van 3.500 motos. Welke dus 15 kilometer lang was, hè. Dus we moeten rekenen dat dat een hele grote afstand is. Hè, en dat dat wel de hele tijd hadden overhand in dat tuurlijk, de eerste en de laatste vertrokken zijn. Want de laatste zal al een paar uren zijn. Mooie uitdaging. Ik wil er wel aan mee helpen. Ik ben zelfstandig uitbater van een supermarkt. En ik ben echt in het programma gedompeld geweest op het onverwachts. Ik was aan het werk op mijn bril toen het team van 1 binnenduikelde. Mijn opdracht voor het programma bestaat eruit om 2000 mensen op wielen samen te krijgen. U kent Fata Morgana. Fietsen, skiers, rolschaatsen, een badkuip op wielen, een go-kaart, alles is goed. Het is nu meer dan 3 jaar geleden dat ik ook maar 1 dag verlof genomen heb. Maar de uitdaging was zo fantastisch en we gaan er wel geraken. Van waar hebt u die hoeker gehaald? Die komt van Gino, hier een eindje ver. U bent een schat. Zoiets. Dank u wel. Smakelijk.
Zijn jullie de eigenaars van de zaak? Ja. Oké, we hebben een uitdaging. Zaterdag om 2:00 in de namiddag, ja, 2000 mensen op uw wielen op de markt in Lichtervelde. Kunt u kaart ter beschikking stellen gratis? Het gaat goed weer zijn, we gaan ze allemaal nodig hebben. In het seizoen is dat echt moeilijk. Maar men heeft enorm slecht weer zaterdag. We hopen toch. Alleen in Oostende gaat het regenen en in Lichtervelde gaat de zon schijnen. De mensen van Lichtervelde rekenen op die van Oostende. Kan u ons helpen? Nee, we kunnen toch niet. Nee, echt niet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik doe mee aan het spelprogramma Fata Morgana. Ja. En we hebben daar alles voor nodig, Hubert. Hout. Gratis hout. Aha, gratis hout. Is dat voor Lichtervelde? Ja. Geert, is Benoit bij jullie? We hebben nog niks. Dus, Dat is Benoit Batailly. Wat kan ik voor u doen? We hebben hout nodig. Wie heeft hout nodig? Veel hout. Veel hout. Veel gratis hout. En wat is de toepassing precies? Wij moeten een skatepark bouwen tegen zaterdag. Tegen zaterdag. Maar kijk, als je mij concreet kan zeggen wat u nodig heeft, we zeggen, ik ben een beetje overvallen wel, dan kijken we graag wat we kunnen doen, hoor. Dus het skatepark komt buiten te staan. Dus het zou moeten watervaste plaats zijn. En het moet 2 maanden blijven staan. Maar als u toestaat, ga ik even een gestaaltje halen, dat ik u misschien kan doen wat ik u zou kunnen geven. Ja. We vormen wel een goed team. Bert is zo sterk in organiseren, terwijl ik dan zoiets meer heb van dat budget relativeren en de, ja, dat is wel en daardoor lukt dat wel goed. Ja, dat is waar. Ja. Dat is een feit. Moest Stefanie niet naast mij lopen, zou ik al ontploft zijn, denk ik. Dat is een feit. Bam! Bam! Dus daarmee kunnen we je in principe helpen. Wij kunnen u daar ook snel mee helpen. We hebben dat product hier op stok liggen. Als u mij uw doorgeeft hoeveel platen u nodig heeft, dan zorg ik dat ze vandaag nog met een vrachtwagen van ons in Lichtervelde gaan. 60 platen. Ik zal direct 80 platen anders leveren. Machtig. Goed idee. Al goed staat. Woehoe! Wat een pakje man. Woehoe! Misschien ga ik Sergio zien. En inderdaad, kwam het pleintje op erin en daar was hij. Hij zocht dus nog iemand voor het hindernissenparcours met rolstoelen. En ik heb even mijn bedenkingen gehad van als vrouw alleen zo'n parcours opbouwen, dan zag ik eigenlijk niet zitten. Even naar huis gereden en een man zei, vrouw, haar voor. En dan is Siska erbij gekomen, iemand die heel enthousiast was van het begin. En met haar vorm ik echt een uitstekend team. Ja, dat is Dirk Lamjeuren. Ja, Dirk. Ik ga voor het hindernissenparcours met rolstoelgebruikers. Ik ben overtuigd dat jullie mee kunnen helpen, Dirk. Van, ik denk wel dat we kunnen helpen. Wat zeg je? We hebben toch een stuk ervaring met hindernissenparcours en hindernissenrolwagens. Ja. Ik denk dat het wel moet lukken. Taxi. Ik heb hier mensen van Fata Morgana. Zou het mogen zijn van je langs te komen? Ja. Oei. Kunnen mensen alles doen verschieten? Dat is Fata Morgana weggebouwd. Ik ben wel lekker weer in de room. En de mensen zoeken personen met rolwagens om hindernisparcours te rijden. Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. Jong, oud, verschillende soorten, maar die wel... Ja, ik ga dan vragen, want ik kan niet beslissen voor kinderen, jongeren, volwassenen hier. Ik moet hen dat vragen. Sowieso kan minderjarigen aan de ouders. Ik ben hinderaria, ja. Ik vind het eigenlijk echt wel leuk. Ik vind het een uitdaging. Ah, nee, let's go! Bedankt, Isa. Tot ziens. Ik denk dat het hier is. Dus ik heb zeker een regisseur nodig om de 20 taferelen tot een goed einde te brengen. Want zonder een regisseur loopt het meestal wel fout. Dag, ik ken hem. Ik stel even zeker de vraag wat ik hier eigenlijk doe. Ja, ik stel me de vraag. Ik ben uitverkoren om 1 opdracht te doen. En ik heb daar natuurlijk enkele mensen bij nodig. En voor mezelf, kom je binnen? We gaan binnenkomen zeker, ja. Ik zal misschien wel doen. Ja, Etienne is onze huisregisseur, want ik ben ook, ik speel hier ook in een plaatselijke toneelvereniging in Willeneskunde. En die is daar al 15 jaar regisseur. En ik weet ook dat hij stoetenbouwer is.
Dus ik dacht, het is maar een week tijd, ik weet het, het is weinig, maar... Ik zeg, als wij een stoet maken, Bart, zetten wij dat 2 jaar en... 2 jaar en ik 1 week, dus... Een paar dagen. Is aan mij om beter te doen. Heb je mij dan zo, de zaterdag nodig in feite, de dag zelf? Of iemand, ja, iemand die toch de boel kan corrigeren. Ik kan een van mijn medewerkers daarvoor vragen, uiteraard. Maar als zaterdag ben ik absoluut... Ja, ooit dan samen gezet. Ja, dat kan er niet uit. De dag zelf mag het kruispunt gebruikt worden, maar om de 2 maanden te overbruggen mag het enkel tot daar. Dan daarna, dan hebben we daar nog een kleine uitloopstrook en dat mag ook. Groot probleem, je hebt naast je toestel een veiligheidszone van 2 meter nodig. Veiligheidszone? Dus als je toestel hebt en er gaat een skater, komt iets tegen, moet hij kunnen uitwijken. Dus als je rekent, die straat is, ik denk, 1,5 meter. Dus zit je al met een groot probleem. Dat wil dus zeggen dat je toestel enkel 1 meter mag zijn van breedte in de midden van de straat hier. Dus dat is redelijk weinig. Als er een ongeval gebeurt en het voldoet niet aan de veiligheidsnormering, ja, dan is de gemeente in de fout gestaan. Dus gaan ze dat zeker niet toelaten. Als je echt een skatepark wil met een ramp, dan mocht je vergeten. Ik wil een ramp. Nou, ik ook. Het is te nog, hè. Hela. Jij kan ons helpen. Jij kan ons eigenlijk... als wij een ja-ke woord krijgen van u, zijn we zeker dat het geluid. De 2 opties van de Ernest Klaaislaan en de Zwevense straat zijn op een jet gestoten door de veiligheid. Door de mensen van Skate Construct. Dan zijn we naar de sportdienst geweest. Ja. Maar nu moeten we jouw ja woord nog hebben. Omdat hij is geen van sport zijt. Ja, maar voor mij is dat geen probleem. Dat is geen probleem. Oké. Okay, we moesten komen vragen naar u. Voor mij is dat geen probleem. Ja. Allee. Succes. Merci. Ja, bedankt. Bedankt. Hè. Van het programma Fatima Goud. Dag meneer. Kan je misschien onze conservator voorstellen, de heer Patrick Geldo? Hallo. Goedemiddag. 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 Ja. Dus ik heb dus voor Fatima Ghana, dat is een programma op TV1, een opdracht aanvaard. En dat was de geschiedenis van het wiel in 20 taferelen ten beelde brengen. Kan u laten zien wat er hier zo is? Ja, geen probleem. In de hoop dat ik mag dingen lenen om te gebruiken in mijn stoet. Goed. Wel, hier komen we dan bij de eerste fietsen. En ja, de eerste fiets is gewoon in feite een loopfiets. Hè. Ja. Dus, zijn er hier dingen van waarvan u zegt, dat kunnen we eventueel wel uitleggen? Loopfiets, dat zie ik al meteen dat mogelijk is. Ja. Prachtig, hè? Mooi. Ziet het, hè? Je moet zijn oogstjes zien blinken. Dat is lekker zo. Hier vertrekt. Ja. Goed. De ondergrond dat blijft. Ja, hè? Ja. Steven Den. Dat is een hindernis op zich. Heb je ooit al een keer een rolstoel gezeten hier? Nee. Nee. Want dat lijkt allemaal zo simpel, maar het is niet simpel. Hè? Het is daarom dat we hier rolstoel gaan staan voor mensen die het willen even testen. Hè? Als het in orde komt, ja, kijk, is het in orde. Het zal in orde komen. Ik twijfel niet aan mij. Ik ga niks anders zeggen. Hè? Ja. U vraagt nu aan mij. Ja. U twijfelt toch niet aan mij. Hè? Als er één iemand was die in het begin twijfelde, wie was dat hier? Ik kan nu. Waarom van aangenaam aankleden dat eigenlijk visueel ook een beetje aantrekkelijker wordt. Maar ja, ik vind het eigenlijk een magnifiek straatje. Ik kan er niet aan doen. Ik vind het een prachtig straatje, vind ik niet, Sergio? Ja. En ik moet het niet aangekleed worden. Je zegt zelf, ik woon hier nu 26 jaar. Zeker? Dat is de eerste maal dat je dit straatje ontdekt. Ja, 26 jaar. Ja, ik vind dat daar hier. Maar dat Fatima Ghana niet goed voor is. Hè? Dus wat is de conclusie hier? Dat ik een dom mens ben.
De mensen komen naar boven gereden. Goed. Over het water. Maar het water speelt nu niet. Dan moet het water spuiten. De fontein hier. De fontein gaan daar... Dus een fontein gaat naast onze brug spuiten. Als die drie fonteinen spuiten, dan gaat die goed komen. Hè? Dat passeert, hè? Want dan gaat die brug verder smal gaan worden. Hè? Nee, we gaan over die twee gaan. Over die twee en die ene gaan spuiten. Ja, oké. Okay. Ja. Allee, amusement, hè? Dat moet aan, hoor. En de moed niet laten zakken, hè? Nee, dat doen we niet. Deze ramp hier komt, is... Stad Gent heeft die zelf niet. De grootste van Vlaanderen? Ik denk het. Ja? Ja. Zij denkt er anders over. We mag er gewoon niet. Nee, maar het gaat spectaculair. Ja. Eén van de grootste. Het eerste grote probleem dat we nog hebben is multiplexplaten. Dus wij zouden vanmiddag graag naar een groot bedrijf stappen om multiplexplaten te krijgen. Wij moeten nog 80 platen krijgen. Nu? Of nu? Ja, nu dan, hè? Oké. Zijn we? Op hoop van zee, hè? Op hoop van zee. Ondertussen kunnen ze hier verder. Hey. Man, dag alleen. Dat is goed, hè? Op hoop van zee. Op hoop van zee. Hallo! Ja. Je weet zeker dat ze dat hier hebben, ja, want het is inderdaad van een pakket. Spannend. Ja, het is iemand. Kom iemand. Goeiedag. Goeiedag. Ik weet niet, wij zijn van Lichtenvelde. En... We zijn een skateramp aan het bouwen, een skateramp. Ja. En we zoeken een multiplex. Ja. Hebben jullie dat? Hoeveel heb je er nodig? 80. Ja, gaat ik hem meekomen naar ons magazijn? Ja. Volgen? Ja. Is dat het? Hallo. Ja. Ja, wie moeten we zijn? Dat zijn de twee bazen, ja. Twee bazen. Kom er even bij. Ja, wij komen jullie een bezoekje brengen, ja. Maar we hebben eerder een vraagje voor jullie. Onze eerste stap is om een skateramp te bouwen. En voor de skateramp hebben we, voor de onderlaag, om te kunnen goed skaten, hebben wij een multiplex nodig. Ja. Watervaste multiplex. Ik hoop dat zou komen, hè. Maar wij hebben geen budget. Ola. Verander al van kreuk. Ja, hoe moet je dat oplossen? Hè? Wat moeten we doen? Nee, allee, zij zijn er keihard aan het werken, ja. Ze zien het groot, maar het kan niet lukken zonder jullie hulp. Dus zijn makkelijk je een hand schudden? Allee, dankjewel! Ja. Hey. Ik heb hier een adres gehad dat je eventueel zou kunnen meewerken om aan die 4000 ja, motos te geraken. Dat is niet wij, nee. Ja, ik weet het, dat is massaal. Van onze club gaan we ons best te doen. Alleen mijn oude stad maar zet voor al de leen te contacteren. Dat zijn een kleine 400. U bent verzamelaar. Verzamelaar. Ja. Oké, Erik, gaan we eens kijken? Ja, laat ik jou kijken. Hè. Hola. Hola, hola. Hola. Oh, hoze. Dat zijn allemaal oldtimers. Ja, dat mogen we zeggen, van de jaren 30 tot de jaren 80 zijn die motto's. Ja. Zeg maar, heb jij wel enig idee? Ja. Hoe lang dat jij een traject nodig hebt om die minstens 4000 motoren achter elkaar te zetten? Ja. Heb je daar enig idee van, Christine? 18 kilometer. Hoeveel? 18 kilometer. Ja, en dat gaat in orde zijn, denk jij? Ik stel voor dat we eens gaan kijken. Parking waar dat minstens 4000 motoren moet kunnen parkeren, zo is het, hè? Ja. Hè? Hoeveel kilometer parcours heb je nu voorzien om die mensen te laten rijden? Je hebt er eens gezegd 18 kilometer, hè? Zo was het, hè? Nee. Maar daarna zit je tegen mij in de garage dat je 18 kilometer hebt. Onder vier, dus motors zijn,
is het 18 kilometers. Ik heb geen 18 kilometers banen voorzien voor die motors. Ik heb maar 3 kilometers. De eerste step is de evolutie van het wiel. Bart, waar is Bart? Zo, alle mensen die Bart willen helpen, die mogen daar naar rechts gaan. De evolutie van het wiel. De uitdaging om een ketting te vormen van minstens 4000 motoren achter elkaar. Mag ik een fantastisch applaus voor Christine! Het moet minstens 20 kilometer zijn voor die 4000 in een route te creëren. Een klap die er van 7 kilometer. Dat gaat niet. De derde ster wil maar liefst 2000 mensen op wieltjes zien. En wie daarvoor gaat zorgen is Rudy! Mensen allemaal, jullie zijn allemaal kandidaat om mee te helpen op het behalen van onze ster. Zijn er kandidaten die handig zijn om een stand te bouwen? Om die stand te bevolken heb ik 10 mooie, lieve hostessen nodig. De vierde ster, het hindernissenparcours voor rolstoelgebruikers. Geef ze een fantastisch applaus, want hier is Ria! We gaan ervoor, hé. Dames, een mooie groep jonge mensen hier. Ja. Ja. De vijfde ster die Lichtervelde kan verdienen. En dat is voor het bouwen van een nieuw, tijdelijk blijvend skatepark. En daarvoor roep ik bij mij Bert en Stefanie. Zijn we bezig met frames voor onze stand. Is men hier een fietsstap gezet? Gewoon op een frame gelast. En dat je dat aan de muur komt dan. En hoe hoog is de muur? De muur is die ongeveer 1,70 meter. Ja, meter 70. En dan ook bovenop. Heel duidelijk zijn. Hier. Met jullie vast Lichtervelde? Ja. En met een affiche. Ja, 2000 mensen op wielen. Dat moet je zeggen. Ik heb een route uitgestippeld van 3 kilometer
Maar op de 4000 de moto vertrekt, moet de eerste moto nog aan het trainen zijn. Ja, maar vertel eerst eens, Christine, welke route had jij uitgesteld? Ja. Rechtdoor, over dat ravertje, tegen dat straatje rechts, stationen, tussen de 18 en de 20 kilometer. Ja. Wij kunnen onmogelijk onze ring voor een uur of anderhalf uur belasten. Dat mag niet stellen voor. Daarvoor hebben we de mensen van de politie nodig, ja. Want wij hebben al zeer zwaar de zone gehypothekeerd. Ja. We dan afspreken met de politie. Ja. Ja. Nu de mensen van de veiligheid van de spoorweg, dus de spoorwegpolitie, gaat ook aanwezig zijn. Ja. En ook in verbinding staan met de trein, mocht het nodig zijn. Maar we hebben natuurlijk wel op elk kruispunt dat we signaalgevers gaan nodig hebben. Een 50 à 56 signaalgevers. Dat gaat natuurlijk wel een probleem zijn voor jullie waarschijnlijk. Maar voor ons is het parcours goed. Ja. Ja. We zijn geslaagd. Ja, ook... We zijn geslaagd voor de zegzat. Ja, nou niet helemaal. Wat dat betreft. En hoe is het bij mij, shit, hè? De start is zo gezet en we hebben een hele goede groep met een groot hart. Dus het zal lukken. Je hebt nog zelf je eigen parcours tot nu toe nog niet uitgetest met ons. Te voet. Te voet. Ja. Niet meer rollen. Dan wordt het reis te keren. Als goed, jongens. Als goed. Ria! Ria! En nu haal je? Wacht, hè. Ja, wacht, hè. Kom af, hè. Ria, ik ben door, hè. Mag ik ernaast? Nee, Ria, erop, hè. Ah, nee, hè. Kijk, moet je me doen, hè. Kijk, Ria. Kijk, als je nu voor staat, hè, je voetjes dan erop houden. Nee, al je voetjes nooit van die bar af doen. Nooit. Oh, Ria! Oh, Ria! Zware vrouw, die dank je. Jongens, ik niet af, zeg. Goh. Maak je hem af. Daar zie je wel een klein beetje naar uit, hè, naar de markt, hè. Je gaat naar niet zijn, zeker? Gaat hij niet zijn? Is de vraag die je misschien... Er schijnt een probleem te zijn. Ja. Want daar gebeurt hij. Er schijnt een probleem te zijn. Dus, maar als het zo moest zijn dat hij niet hier raakt, dan zal hij alleszins kijken vanuit zijn bed. Het is echt een verhaal in, maar ja, dit is eigenlijk een beetje gebaseerd op het verhaal van Mark Herman. Hè. Dat we een beetje met zijn ideeën en met zijn uitspraken en met zijn visies en waarvoor hij gaat, hebben we zo enkele themaatjes. Maar dat is het simpel, hè? Je zegt het zelf, hè? Mark Herman. Ja, in het parcours is eigenlijk een soort levensverhaal van Mark Herman, hè, dat je er ingebouwd hebt. Ja. Dus hoe noem je het parcours dan? Mark Herman's, ja. Mark Herman parcours. Voilà. Mark Herman parcours. Oké. Jij hebt geschilderd, denk ik. Ik ook. Wat gaan jullie maken? We zijn bezig met de tram. Zeg, en hoe marcheert je tram eigenlijk? Want je moet wel een soort van stoet hebben, hè? Ja. Het is mobiel. Ja. Volgens, dat is hem eigenlijk. Wielen mogen niet ontbreken, hè? Ja. Thomas, dus dit met een tram. Oké.
en Bart. Gaan we die ster halen? Ja, ja, zeer zeker. Hè. Gaan we die ster halen? Ja! Voilà, u hoort het. Voilà, oké. Die eerste ster is bijna binnen. Hoe mag ik dat van de wanhoop? Dat is wat, hè? Kritietje? Ja. Alles goed, meisje? Nee. Hoe niet? Kring het er niet aan. Ah, het pakketje? Ja. Ja. Zeg maar, je zelfs nu nog gekomen met de route? Ja, de route is volledig in orde. Dat is goedgekeurd van de politie en al. Dat is allemaal in orde. Ja, dat de pijltjes dat je nu aan dagen bent voor de richting voor de automotaars moet rijden. Ja. Ja. Nou, dat je een beetje mee helpen, kom. Ja, dat is goed. Dank je, Sergio. Spring jij over de deur achter, Sergio? Ja, ja. Allee, spring jij. Ik ga met die prikkel erop. Wacht, hè. Dat is goed, hè. Ja, dat lukt wel. Voilà. Voilà. Hey, dat zien ze wel, hè. Wat er... En hoeveel plakkaatjes moet er zo mogen hangen worden, Christine? Tussen de 200 en de 300 plakkaatjes. Ja, hoe is dat? Ja. Zijn we nog niet thuis? Wow! Ja. Mag ik erop stappen? Ja, zie, dat gaat hier precies wel goed, hè? Dat lukt. Ja? Ga er niet in tijdsnood geraakt? Hoop het niet. Laat eens zien, laat eens zien. Dus dat is de mini-rail. Zeg, dat zijn al platen hier. Is het gelukt met de platen? Dat is dan recht naar beneden is een bank. Ja, dat is gewoon recht naar beneden. Dat is niet met... Dan heb je een pianobank. De pianobank krijg ik recht naar boven met nog een kleine... Met nog een verticaal naar boven. Dat is eigenlijk de pianobank. Ik heb die niet laten vallen. Leuk, hè? Dat je haar niet weet. Die wind blaast aan mijn zetje. Kunstwerken van de kindjes. Maar gaan we naar de kindjes dan even kijken, Sergio? Want ze zijn nog bezig met in het steegje. En ze wachten met spanning, ze hadden al 1000 Sergio's te tekenen. En 100.000 Gina's. Gaan we even naar daar ook misschien? Of Ria, heb je nog een probleem te vragen aan de... Ik ga nu wat zeggen. Ja? Zeg maar. We gaan er even kijken. Dank. Dag allemaal! Zijn jullie allemaal aan het schilderen op tekenen? Ja? Dat is Gina, daar ben ik zeker van. He? Dat ziet je aan dat de coiffure er niet echt perfect ligt. He? En dat gaat Sergio zijn. Dat ziet je, dat is perfect, he? Dat is de perfectie. He? Ziet u dat verschil? Dus, Gina, coiffure scheef. Sergio, coiffure perfect. Vinden jullie het leuk? Ja! Gaat Lichtervelde op weertjes het halen? Ja! De kinderen zijn nu van alles aan het tekenen aan de wanden. Hè? Komt er nog iets in? Ja, ze hebben dus in de klassen hebben ze machtige affiches gemaakt en doeken, spandoeken met van alles eigenlijk. Prachtige demonstraties eigenlijk. En dat gaat allemaal afkraken, dat gaat morgen allemaal hangen. Ja, morgen vanmiddag van alles hier aan haakjes en aan kantjes. Als we er zijn, naar boven kijken en roepen, laat morgen alstublieft de zon schijnen. Als we er zijn. 3, 2, 1. Rudy, wat zoeken we in Gent? Ja, wel, ik heb vernomen dat het iedere eerste vrijdag van de maand hier ergens aan de bibliotheek een samenkomst voor zijn van speciale fietsen. Zo van die lichtfietsen en bakfietsen. Sorry, meester van de organisatie, weet je dat?
geen organisatie. Is er iemand die alles hier leidt in de goede banen? Nee, maar ik denk wel dat er iemand is die er alles vanaf weet. Met zijn bruine t-shirt. Omdat er geen organisatie is, kan ik het niet zeggen, maar... Het probleem is dat die één groep is. Het zijn gewoon een trots mensen. Doe er als je van fietsen houdt. Wij hebben heel veel fietsers nodig morgen. In Luchtervelden. Kan u dat regelen? Kan jullie komen met heel de groep? Nee. Oh ja. Is er iemand die heel vocabulair is, goed vertalen met een luide stem? Nee, dan moet ik het zelf doen. Ik zal het zelf doen. Pas op. Beste fietsers uit Gent. Mijn naam is Rudy. En ik ben uit Luchtervelden. Gans Luchtervelden rekent op de fietsers van Gent om massaal naar Luchtervelden te komen morgen tegen 12 uur. Zijn jullie kandidaat? Jawel, hier is de kandidaat. Ik heb hier een persoon die het gaat doen. Luchtervelden is u dankbaar. Goedenavond, wel thuis en tot morgen. Meneer, heeft u een helikopter zien landen? Onze helikopter is verkeerd geland. Het frietenkoppelaar. Daar ergens. Waar? Schijn! Jongen, stap in, ik zoek u. Ik ben blij dat ik je gevonden heb. Een blinddoek, oké, dat is goed. Zet maar op. Ja, mag ik hem opzetten? Goed. Dat is bij mijn kinderen. Heeft Mark jou een moeilijke opdracht gegeven? Ik vrees dat het niet gemakkelijk zal zijn. Gaan ze hier 5 sterren halen of niet? Ik ben er een beetje bang voor. 4000 motards, dat is... Ga ze maar bij elkaar zoeken.
hebben heel veel mensen zien voorbij komen, maar er is maar één man die weet hoeveel het er waren. Ik roep de deurwaarder erbij. Kom er maar bij, meneer. Rudy, zeg nog eens vlug wat je voelt. Enorm zin hoor. Hoeveel mensen waren er vandaag op beeldjes? Ik roep vandaag 2607. De eerste ster is binnen! Rudy, hoe voelt dat? Het eerste wat ik zou willen zeggen is dat niet ik die ster heb verdiend, maar de mensen die mij hebben meegeholpen. Vooral de 2677 ronde mensen die er nu zijn en alle steun die ik heb ontvangen van alle inwoners van Lichtervelde. Lichtervelde, wij zijn u allemaal dankbaar. Goed, dames en heren. Dan gaan we nu over naar de tweede ster. We gaan Gina en Sven naar het skatepark sturen. Kan geven. En daarvoor roep ik hier op het podium Bert en Stefanie! Wat zien we daar? Ik zie in ieder geval al een skatepark en het lijkt enorm mooi. Dus ik moet het even van dichterbij bekijken, denk ik, maar op een week tijd ziet dat er al fantastisch uit. Maar het moet 2 maanden blijven staan. Deze morgen is de persoon gekomen om het om deze technisch te keuren. En het is dus tijdelijk gekeurd voor de 3 maanden. Jij hebt vroeger zelf zulke toestanden en zulke stunten uitgehaald. Wat denk je ervan? Ja, dat is fantastisch. Ik denk, het is niet alleen snel in elkaar gestoken. Het is gewoon volgens mij ook heel professioneel gedaan. Hier gaan ze hun echt amuseren. En als ze dan ook nog eens een keer dit ding 3 maanden mogen laten staan, dan is voor mij de opdracht geslaagd. Voor mij is de tweede ster binnen. De tweede ster is binnen! De tweede ster is binnen! Derde opdracht. De evolutie van het wiel laat zien in een parade zeg maar, van 20 taferelen. Is dat gelukt of niet? Er is één man met heel veel mensen natuurlijk die daaraan gewerkt hebben. Welkom Bart! Oh, we gaan eens kijken naar de evolutie van het wiel. We laten Sven heel goed kijken en dan zal hij straks zeggen of het een ster waard is of niet.
20. 20 taferelen, dus Sven! In Aalst en omstreken hebben ze een heel jaar nodig om zo'n stoot op gang te steken. Hier doen ze dat in één week. Voor mij is de derde ster binnen. Yes. De derde ster is binnen! Hart proficiat, mensen van Lichtervelde, proficiat! Over naar de vierde ster, rolstoelen op een hindernissenparcours. Siska en Ria! We missen Mark eigenlijk echt allen van harte. We wensen hem alle beternis toe. Maar ik denk dat jij Sven dat allemaal ook met een groot hart zult meeleven. Nee? Ik ben heel fier naast hem mag staan. Ria! Lichtervelde, zijn we er klaar voor? Ja, ze zijn er, ze zijn er! Mark dit zelf niet kan zien, want het is waarschijnlijk voor hem fantastisch geweest om dit zelf ook een keer te doen en om te zien wat ze voor hem allemaal hebben klaargespeeld. Hier kan ik geen nee tegen zeggen, voor mij is dit een vierde ster. Met andere woorden, Lichtervelde, de vierde ster is binnen! 4000 motoren! Zijn die hier vandaag aanwezig, ja of nee? Wat denken jullie zelf? Hier is Christine! Vertel eens, hoeveel motoren waren aanwezig? Er waren 1874 motoren aanwezig. Ik moet het spel spelen zoals het is en dan kan ik de vijfde ster niet geven aan Lichtervelde. Yeah.